Je weet niet wat je in handen hebt. In dit schrift dat jij nu vasthoudt, heb ik de oorlog beschreven tussen mij en mijn broer. Op deze bladzijde ben ik een maand geleden begonnen om alles te vertellen over mijn insecten. En over mijn broer en onze geheimen. Ik wist toen nog niet hoe het uit de hand zou lopen. Sommige geheimen kunnen maar het best bewaard blijven diep onder de grond. Sommige geheimen kruipen uit zichzelf heel langzaam naar buiten. En sommige geheimen stinken en vreten overal gaten in. Laat dit schrift nooit in de verkeerde handen vallen. Ik weet niet of jij zelf goede of verkeerde handen hebt. Ik hoop goede. Ik ken je niet en toch ga ik jou alles vertellen. Iemand moet het weten. Maar besef waar ik je mee opzadel. Als je dit hebt gelezen, is er geen weg meer terug. Weet dat je gaat meesleuren in onze oorlog. En als je daar geen zin in hebt, of als je het niet durft aan te horen, moet je nu stoppen met lezen. En moet je dit schrift opbergen. Heel goed opbergen. Ergens waar het alleen gevonden kan worden door iemand die geheimen kan bewaren. Iemand met goede handen. Maar ik denk niet dat je dat wilt doen, want je bent nog steeds aan het lezen. Zie je wel, jij hebt goede handen. Hoeveelste aflevering is het eigenlijk? Voor mij heb ik de vorige keer best wel fout gemaakt. Ja, volgens mij zit er geen volgende meer in. Nee, dus. Maar ik dacht, ik laat jou lekker in je eigen sop gaken ook met je aflevering nu. Vroeger dacht ik dat het in je eigen soep gaken ook was. Dat kan leuk, maar dat lijkt me niet prettig. Nee, daarom. Is dit al te drinken of gaat het al helemaal fout? Ik laat je even in je eigen soep gaken ook. Dat is vrij heet. Welkom bij de 121ste aflevering van de Leesdetectives. Ja, ik zei het. Dan ben je toch een paar keer bezig geweest zonder dat ik erbij was. Maak je stiekem alleen afleveringen? Ja, dan noem ik het Leesdetective. Oké. Ik weet het echt oprecht niet. Dan weet ik dat. Ja, sorry. Ik ging solo. Welkom bij de aflevering van de Leesdetectives. We gaan vandaag Spinder behandelen. Ja. En Spinder, ja, wij hebben allebei een broer, hè? Jij hebt een oudere broer ik heb een jonger broertje. En het gaat over een oudere, of eigenlijk een oudere broer. Dus ik weet nu eigenlijk hoe mijn broertje zich heeft gevoeld. Maar we gaan dat vertellen na de specificaties van Sander. De titel van het boek is Spinder. Het is geschreven door Simon van der Geest. Het boek is voor het eerst uitgebracht in 2012. De uitgever is Querido en de illustrator is Karst-Janneke Rogaar. Karst-Janneke Rogaar? Ja. Waarom beschrijft ze altijd zulke rare namen? En het is een illustrator. Adam Tjetje. Die hadden we ook nog Sisi. Gehad. Sisi. Spinder. Yes. Korte samenvatting, Sander. Korte samenvatting, ja, dan heb je wel weer een uitdaging voor me weggelegd, hè? Ja. Het komt eigenlijk, als je het heel kort wil samenvatten, is het gewoon een, is het een broederruzie. Broederruzie. Een ruzie tussen een broer en een... En het kleine broertje dat alles dus in een dagboek bijhoudt. En de ruzie die ontstaat voornamelijk omdat Hede, de kleinste van de twee, die dus de schrijver van het verhaal eigenlijk is, die zit in een kelder en zijn broer wil die kelder overnemen. Waarom zit hij in een kelder? Ja, dat is een geheime plek die ze in het huis hebben gevonden, waar de moeder dus niks van weet. Dat vond ik al heel bijzonder, maar het is echt waar. Ja. En daar heeft hij eigenlijk allemaal insecten onderhoudt hij daar eigenlijk. Ja. Dus het allemaal huisdieren zijn dat van hem. En op een gegeven moment wil zijn broer gaan drummen. En dat past niet in zijn eigen kamer. Nee. Dus hij zegt uit die kelder. En mijn drumstel erin. Ja, want er komen steeds meer geheimen eigenlijk aan bod. Het wordt steeds... kan je al een klein tipje van de sluier op... Nou, eigenlijk heb ik al een heel groot geheim verteld. En dat is namelijk dat er een kelder is. Dat er een kelder want dat is. En laat je al meteen weten van als je dit als lezer te weten komt. Dat wij dus eigenlijk een kelder hebben. Dan moet je dat niet verder vertellen. Nee, wat bewaart hij in die kelder? Er zijn insecten voornamelijk. Waar gebruikt hij die insecten voor? Die gebruikt hij op een gegeven moment in het verhaal heel veel om zijn broer dwars te zitten. Maar in eerste instantie heeft hij die vooral om te observeren en ervan te genieten. Het is een echte natuurliefhebber, die Hidde. En ik merkte ook al toen ik het boek las dat je ook een beetje natuurliefhebber er bijna van wordt. Hè? Ja? Hoe hij over die beestjes kan praten. Ben jij nooit natuurliefhebber geweest dan? Je bent toch wel van de scouting, jij? Zeker, daar heb ik al gezeten. Maar het was niet dat ik... Ik heb niet zoveel kennis van insecten, moet ik zeggen. En nu wel? Wel ietsje meer, ja. Met doodgravertjes en met de vlinders. Wat hij daar allemaal... hoe hij die heeft onderhouden. En de bitsprinkhanen. Dat kwam toch allemaal voorbij. Dus je leert op het gebied van natuur... Heel veel. Nog best wel wat van, ja. Het boek is meermaals in de prijs gevallen. Ja.
Ben je het daarmee eens? Of zeggen we nou, eigenlijk snap ik dat niet? Nou, het is natuurlijk wel een boek als je dat nu leest. Want ik heb natuurlijk al verteld dat het in 2012 is verschenen. Mm-hmm. Dat als je het nu leest, dat je denkt, oké, er zijn al een paar prijzen gewonnen. Ja. Dus het moet wel een goed boek zijn. Dus er ligt al een extra lading eigenlijk op als je de eerste bladzijde leest. Ja, maar je had dat niet zo, toch? Dat je dacht, nou, ik moet dit lezen. Nee, ja, de kaft sprak mij wat minder aan. En waarom? Ik weet niet, misschien was het gif groene dat... kaften zijn natuurlijk in principe ook een persoonlijke... Wacht even, je bent kleurenblind. Is het een... Want je bent mij nu de... Ja, dat vond ik leuk. Hemd van lijf aan het vragen, maar... Ik vond het wel prijswaardig, ja. Ik vond het wel een goed verhaal. Ook omdat het eigenlijk... Het begint redelijk onschuldig en het wordt steeds groter eigenlijk. Het verhaal komt steeds meer bij elkaar. Ja. Dus de geheimen... waar je in het begin soort denkt van... Ja, hoe kan dat dan? En hoe kan dat dan? Ja. En dat wordt eigenlijk langzamerhand verteld. En dat vind ik heel sterk in dit verhaal. Ja, de spanningsopbouw eigenlijk. Ja. En de linkjes die later in het verhaal ook gelegd kunnen worden... met wat je in het begin leest. Ja, en als er echt stront aan de knikker komt... dan is er ook echt... Nou, dat is echt vette diarree. Dus het is wel echt... het probleem wordt ook steeds groter. Ja. Dus je moet er wel even doorheen zetten. Dat is het wel, vind ik. Dat denk ik ook. De eerste pagina, zoals jij net voorlas, is wel heel sterk. Ja, die vond ik denk van, nu ga ik verder lezen. Ja. En dan daarna moet het even bouwen, het verhaal. Ja. Dus aan het begin moet je inderdaad even doorzetten. Ja, dat is wel. Dat is wel tip, vind ik. Moet ik eerlijk zeggen dat ik het einde niet heel sterk vond? Dat had jij minder? Ja, ik vond het einde best wel sterk. Maar omdat het ook... Het is nog wel open. Dus het is nog wel dat je soort van denkt... Nou, dat kan nog wel verder gaan. Ik denk niet dat dat gebeurt nu 8 jaar na dato. Dat er nog een vervolg op komt. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik had gewoon een paar dingen zoals ik had verwacht. Dat gaat nog eventjes passeren aan het eind. Maar dat gebeurde niet. Nee, dus, maar dat vond ik niet zo erg. Nee. Ik vond juist wel tof dat al die dingen... Die mysteries ontrafeld worden. En op een gegeven moment dat nog niet alles af is. Dat vind ik ook wel weer... rust geeft het eigenlijk. Oké, we gaan naar onze volgende rubriek. Oh, we hebben het goed genoeg besproken. Ja, dat denk ik wel, toch? We gaan toch nog op door in onze nieuwe rubriek. Is het samen onze doen? Oude rubriek. Nee, het is een oude rubriek die we... Vintage. Ja, dat is het jasje. Zullen we het samen doen een keer? Ja, dat is goed. Ja, doen we. 3, 2, 1. Take a book. Kijk hoe goed dat deed. Twee stemmen. Als we naar de volgende keer misschien... Acapella. Hoger. Want gewoon even verschillende toonhoogtes. Ja, maar dat doen we eventjes tussen de uitzendingen door. Ja. Dat willen we de kijker niet aandoen, dat we opeens gaan zien. Pakkend. Is het een pakkend boek? Nou, zoals we net al zeiden, als je de eerste bladzijde leest... Stel je voor, je gaat naar de bibliotheek, je pakt dit boek en je denkt, ik lees de eerste bladzijde. Dan ga je hem sowieso bij de balie laten scannen en mee naar huis nemen, denk ik. Daarna, in de spanningsopbouw in het begin, is die wat minder pakkend. Maar als je doorzet, dan denk ik dat je zeker richting het einde... Vanaf midden richting het einde, dat je hem niet meer weglegt. Nee, dat hij heel erg pakkend is. Ik vond hem ook heel pakkend. En ook in het begin eventjes niet. En ik vond de tekening wel weer heel erg tof. En toen ik hem voorlas in de klas, wilden ze wel heel graag dat het verder gelezen werd. Dat merkte ik wel. Dus het is wel. Voor mij was het pakkend, voor kinderen ook. Dus merkte je daar verschil in? Plakken. In het begin dat ze wilden dat je verder las en richting het eind? Of was het gewoon continu? Nee, ik heb vooral het begin voorgelezen eigenlijk. Dat doe ik heel vaak om me meer te promoten. En toen was het eigenlijk, zeg maar, na het eerste hoofdstuk... Toen wilden ze echt ook wel verder weten. Waar ik al meer had van, nou, wat gaat hier nog mee verder gebeuren? Ik had het al bijna niet. Wilden zij verder. Dus het voor kinderen dus was zo. Als ik het goed begrijp, is de kinderjury in jouw klas... Ja. Die heeft eigenlijk besloten dat pakkend erbij hoort. Ja, dus ik vind hem... Daar moeten we dan naar luisteren. Ja, zeker. Pakkend. We moeten nog even ploppen. Oh, excuus. Maar ik deed dit al. Maar ik deed geen plop erbij. Maar je wil echt een plop horen. Nou ja, kijk, we kunnen er ook in plakken, maar... Oh. Is dat beter? Kan dat? Ja. Ja, hoor. Dus ik vond het meer klinken als een zuigzoen, maar... Pak jij even je Britse thee erbij, Yannick? Dan gaan wij kijken of het een verdrietig... Ja, dat vind ik wel erbij passen. Ja, er zit wel oud zeer in. Er zit ook een stukje drama in. Dat dus denk dat ik zeker. Als je beseft en leest hoe het leven van Hidde verloopt, dan denk ik dat je... En Jeppe, uiteindelijk. Ja. Dat het wel een heel verdrietig verhaal is. Want het is niet de broerrelatie die je ieder kind toewenst. Of die je zelf zou willen hebben. Ook niet in de thuissituaties. Ook moeder, die is
ook alleen. Ja. Oudere broer is er niet. Dus vaak het is afwezig. Dus dat is allemaal, het is allemaal wel het ding dat het best wel verdrietige omstandigheden is. Het is gewoon een beetje een sipboek. Ja, en het eten ook. Ja, dat is voor mij dan belangrijk. Dat ze iedere avond magnetronmaaltijden eten. Zo. Ja, dat is ook heel sip. Ja, dus nee, ik vond het wel... Sipboek, verdrietig boek. Plop. Plop. Oké, sorry. Was het te langdradig? Nee hoor. Ja. Kleurrijk. Gifgroen. Gifgroene kaft, ja. Nee, ik vond het niet heel... Nee, ik vond het juist heel sip eigenlijk een beetje een grijs verhaal als je een kleur aan zou moeten plakken. Nee, dat vond ik ook niet. Ja, ik vond het heel sip. Donker verhaal. Er zit wel ups en downs in dat verhaal, vind ik. Nou, ik vond het wel hele kleine upjes, hè. Ja. Ik vond het gewoon een donker, duister, sip. Maar goed, verhaal. Dus nee, kleurrijk. De plaatjes zijn ook niet ingekleurd. Nee, de plaatjes zijn niet ingekleurd. Dus zo plat kunnen we hem ook niet geven. Nee, en ook niet. De buitenkant is groen en meer ook niet. Nee. Kleurrijk. Nee, ik vind hem niet heel kleurrijk. Nee, we hebben al twee tags gegeven. Dus, ja, maar daar dus gaat het niet om. Oh, daar gaat het niet om. Daar gaat het niet. Het gaat erom of het erbij past of niet. Nee, en daar past het niet bij. Dus ik mag hem weer weggooien. Die gooien we weg. Jeetje, de schoonmakers hier, hè, die worden helemaal gek van ons. Voor jou vooral. Hoezo? Jij gooit ze de meeste weg. Oh. Conclusie. Spinder met twee... Wij zochten op dat hij zelfs twee keer de gouden griffel... Ja, dat snapten we niet. Hoe kun je nou twee keer de gouden griffel winnen? Dan moet het wel echt verschrikkelijk goed zijn. Toch? En Jan Wolkers vond het goed. Jan Wolkers ook, ja. Doe hem eens na. Misschien dat je ook een filmpje... Dat doen we in de aftercredits. Dat doen we hem na. Spinder. Wat we zeggen, een alom geprezen boek. Ja. Dat al... Je zou bijna kunnen zeggen gedateerd. Jij zegt wel eens, als ik boeken koop voor mijn klas, na 5 jaar schrijf ik ze regelmatig af. Ja. Dit boek is 8 jaar oud. Ja, maar die heb ik vrij nieuw gekregen. Oké, okay. Maar heeft het, zoals ze dat met mooie woorden zeggen, de tand destijds doorstaan? Nou, dat is wel snel om dat te zeggen. Ik heb ook de Koning van Katoren staan, een nieuwe uitgave. Ja. Die is nog ouder. Of de... Maar hij is zeker nog wel... Je zou hem zeker echt nog wel kunnen lezen... dat denk ik wel, ja. Ja, ik denk dat het nog steeds gewoon een heel goed boek is en dat de prijzen destijds goed zijn, of tenminste verdiend zijn uitgedeeld. Ja. Hou je van drama vooral, denk ik, dat het wel... En misschien ook wel als je een beetje gek bent van natuur en insecten, dat is ook wel weer interessant dat de hele tijd terugkomt. Dat denk ik ook, ja. Dus daarom is heel erg leuk. En ik vind de tekeningetjes, hij vond ze verschrikkelijk. Maar jij is omdat ze... Ja, vond ze verschrikkelijk. Zeg nou gewoon eerlijk. Kijk, iedere keer zegt hij buiten de camera. Ja, het zijn vrij simpele tekeningetjes, zoals jullie kunnen zien. Maar dat komt omdat hij dat zelf tekent. Ja. En dat vind jij zo cool. En zeker die insecten die hij tekent, zijn heel, heel tof. Kijk, aan het einde had ik die... hoe heet die? Jackie Chan? Ja, nou ja, kijk hier zo. Hidde. Hidde is een bit. Maar dat is hij zelf. Want waarom die Hidde heet, of Spinder bedoel ik, dat moet je dan maar lezen. Ja, dat is waar. Maar goed, als we hem samenvatten, dus een boek dat voor natuurliefhebbers aan te raden is. Ja. Voor kinderen die het een verhaal met een traan, niet met een lach, een verhaal met een traan, dat ze dat ook niet erg vinden, dat ze het ook wel leuk vinden om te lezen. Dus natuurliefhebbers en een beetje een dramatisch verhaal. Depressieve kinderen. Nou, dan moet je de boek niet lezen, want dan kom je er helemaal niet meer uit, denk ik. Dus, zeker lezen. Spinder, ja, zeker wel. Van Simon van de Geest. Goed boek. Ja, doen. Kan je een stukje voorlezen met de stem van Jan Wolkers? Ik weet niet wat met voor vuil spel bezig ben. Ik weet wel dat je ermee gaat kappen.